Nou, er wordt een vrolijke melodie gespeeld hier op de Nieuwe Markt in Deventer. Een plein volop in ontwikkeling. Kijken nu naar het EICAS, het voormalige Hegias. Het EICAS, zeg ik, dat moet het nieuwe Museum voor Moderne Kunst worden hier op dit plein. Ik draai eventjes door en zie dan aan de andere zijde, de volledige andere zijde. We kunnen daar even naartoe lopen. De bouwontwikkeling van de Viking. De veelbesproken Viking, hier goed zichtbaar. In het begin van de Noorderbergstraat krijgt langzaam maar zeker steeds meer vorm. En de hoop is dat deze Viking, dit filmtheater, Nieuwe Deventer Filmtheater, eind 2019 geopend kan worden. Heeft veel voeten in de aarde gehad, natuurlijk. Maar een derde ontwikkeling, als je het hebt over dit plein, de Nieuwe Markt. Terwijl we nog even omhoog kunnen kijken richting de Lebuïnes. Daar ergens bovenin zit de Bijadier op dit moment. Is ook heel duidelijk te horen. Een derde ontwikkeling als het gaat om cultuur is het voormalige biljartcafé De Pelikaan, hier links gelegen. Hier moet ook een ruimte komen voor exposities, voor kunst, eigenzinnige kunst. En die zal dan vooral geëxposeerd worden in de ruimte helemaal achterin dit pand. Moeilijk zichtbaar, we mogen niet naar binnen omdat er allerlei werkzaamheden al plaatsvinden. Het is niet veilig. Maar in de Pelikaan dus ook cultuur. Aan dit plein, de Nieuwe Markt in Deventer. Volop in ontwikkeling.